Het kersverse VVD-raadslid Onno Spek uit Schiedam stelde vragen aan het college van BMW over de ophef die in Vlaardingen is ontstaan over de mogelijke sluiting van zwembad De Kulk. In Vlaardingen is veel commotie ontstaan over de bezuinigingen die het college daar voorstelt in de voorjaarsnota. En daarin wordt voorgesteld dat de subsidie voor het zwembad, maar ook bijvoorbeeld voor het theater, beëindigd wordt. Ja. En dit betekent vermoedelijk dat het zwembad moet sluiten. En het college meldt in diezelfde voorjaarsnota dat er een vergelijkbare voorziening zijn in de directe omgeving. Dat is natuurlijk Schiedam, maar ook Maassluis. Zwembad Groenoord. Zwembad Groenoord in Schiedam. Ja, dat staat in die voorjaarsnota. En dat is een mogelijke sluiting van het zwembad in Vlaardingen. Kan dus directe gevolgen hebben voor het zwembad in Schiedam, onze zwembaden. En denk hierbij aan meer bezoekers. En zijn de zwembaden daar wel klaar voor? Het is natuurlijk nog de vraag of de voorgestelde bezuinigingen doorgaan in Vlaardingen. Maar ik denk dat het college zich daar wel al mee bezig moet houden. Stel dat het gebeurt, dat het zwembad in Vlaardingen gesloten wordt. Dat er een goede overgang te bevorderen en dat er wel met elkaar in ieder geval gesproken wordt. De raad en het college heeft natuurlijk, wij hebben besloten om onze zwembaden open te houden. Ja. Dus die kosten zijn er sowieso. Ja. Dus ik weet niet of je kan zeggen dat wij opdraaien voor het zwemgenot van de Vlaardingen. Dat weet ik niet. Die zwembaden zijn er sowieso en laten we daar dan zo goed mogelijk gebruik van maken. En ik denk, ik vind dat iedereen welkom is in onze zwembaden.